Veteranen, welkom bij deze gloednieuwe en echt, ik kan je vast verklappen, een hele zieke video gaat het worden. Wij gaan namelijk als veteranen op jacht naar elite. Minimaal elite 3, hopelijk elite 2. In onze stoutste dromen elite 1. Maar goed, elite 3 moeten we denk ik als doel nemen, want aangezien goud 1 ons al de laatste tijd niet eens meer lukte, is misschien elite 3 al een te hoog doel. We gaan het meemaken. Een goede start van bij Lando in de Weekend League zou ons ontzettend helpen. Wat nog belangrijk is jongens, help ons even naar 60.000 abonnees. We zitten op 59.000 volgens mij bij. Maar we willen zo graag die 60.000 abonnees. Dan kan Koen eindelijk weer lekker slapen en is Corolla weer trots op ons, weet je. Dan als we 60.000 abonnees hebben, dan weet ik zeker dat Corolla Koen weer even verwend. Dus laten we het even allemaal voor Koen doen. 60.000 abonnees op de veteraan. Normaal gesproken jongens, het is nu vrijdagmiddag 4:15. Koen heeft vanochtend al de potjes gespeeld. Dan gaan we zo zien 10 potjes. Ik hoop minimaal, ja eigenlijk hoop ik 10-0. Maar ik ben tevreden met 8-2 of 9-1. 9-1 zal ik wel heel erg tevreden zijn. 10-0, ja dan ga ik hier naakt de rups doen. Maar 8-2 is prima. Normaal is het dus, ja, wat ik zei al, vrijdagmiddag lekker een drankje erbij, een pilsje, een wijntje, een borrelnootje, chipjes. Maar helaas jongens, ik doe het vandaag omdat ik zo gezond eigenlijk ben van mezelf. Doe ik het met een Spa Blauw. En kijk, daar komt hij. Een gemberthee met citroen jongens. Ja, dan denken jullie echt, die gast is nog poteriger dan een verwijfde poot. Nee, het is echt zo. Ik zit lekker aan de gemberthee en een Spa Blauw. En dan vanavond misschien een klein drankje. Oké, we gaan, wat gaan we ook weer doen? Oh ja, we gaan natuurlijk inspreken. Ik heb het nu aangeklikt en we gaan beginnen jongens. Kijk, we hebben Günther als linksback in plaats van Shaw. Oké, nou dat was het. Ons team is niet echt veel veranderd, we hebben er niet echt veel aan gedaan. Ik zet even de audio uit, ons weer deed het die bliep. Ja, de eerste pot die wint Koen wel makkelijk, maar... Oh, we komen 1-0 achter. 1-1, oké, heerlijk. Mbappé, kijk, daar is hij weer, het vette joch. Het vieze dikke joch, en geloof me, dan heb ik het niet over mezelf, maar over Koen. Die gast is zo dik geworden. Ik zag hem vorige week zondag bij de B-finale. Hij heeft echt zo'n nek nu. En ja, hij lijkt een beetje op die Koen van vroeger, weet je. Toen had hij ook een opgezwollen hoofd. Daar lijkt hij, begint hij een beetje op te lijken. Dus ik ben straks, denk ik, de dunne en hij is de dikke. Dat, ja, dat ga je ongetwijfeld krijgen, jongens. Echt, geef me nog een paar weken en dan gaat hij dat zelf toegeven. Kijk. De truc die ik Koen heb uitgelegd, al eens stoppen en La Coqueta, hij doet het al goed. Ik heb hem zoveel geleerd uit deze FIFA, het is ongelooflijk jongens. Kijk, daar gaat hij weer. De parel, Eusebio, Tutitan. Tuurlijk, Eusebio jongens. Het is ongelooflijk. Maar we komen hier wel op 4-2, deze pot gaan we wel winnen. Ik denk met 5-2, zo te zien. Campbell, de uitsmijter. De uitsmijter, die video was mooi jongens. Het is ook net een uitsmijter. We komen tegen Flikker Ninja's. Deze truc is ook goed die Koen doet. Die fake shot met een aanname, zeg maar een kant op. Voordat je gaat schieten. Dus je neemt hem aan met een fake shot een bepaalde kant op. En dan... die truc jongens, ja, hij is zo lekker. Hij is zo makkelijk eigenlijk. Waarom heb ik hem niet vaker gedaan? Hij is zo makkelijk. Nou, ik kom er nu een paar weken voor het einde van FIFA achter dat een van de beste trucjes dat ik die nu pas onder de knie heb. Zo dom, maar goed. Dat is ja, ook een beetje interesse die ik niet heb gedaan. En joh, zo, wat een onderuit gepegelde Mbappé als dit. En dan is het Royce die hem erin schiet. Dat was een vieze overtreding van Virgil daar. En dan komen we denk ik wel achter. Of gelijk, sorry. Dat was... Wie was dat eigenlijk? Ik zag niet eens wie het was. Is dat Ballack? Nee joh! Ziek jongen, zie je hoe goed die Ballack is. Voor dat geld heb je zo'n goede speler. Weilando, die weer in de korte hoek schiet, 3-1. Ja, ik zie dat Koen er ontzettend goed in is. Hij had ook zin in, hij begon gelijk vanochtend vroeg om 10 uur, een van de eerste. Ik heb het idee dat hij gewoon 10-0 gaat halen. Dat zegt alles. Kijk maar, de uitsmijter, die denkt zelfs dat hij Maradona is. Maar gaat het helemaal goed komen. 90ste minuut maakt ons het uit. 4-0 in de Weekend League, jongens. En dan komen we tegen dit team. Dit is wel een overpowered team. Dat is wel iemand die het volgens mij wel aardig kan. Zo. Weilando. Wat een acties. Ja, ik ben blij dat ik het nu ook onder de knie heb. Maar eigenlijk een beetje te laat is nogmaals. Echt zo zonde dat ik het nu eigenlijk pas dat soort trucjes allemaal doe. Kijk, dan doet hij weer L1 stoppen. En ja, like a cat. En dan is het klaar. Ja, het is eigenlijk zo makkelijk. Maar je moet het ook weer op de juiste momenten doen. Je moet juist die rust bewaren. En dat vieze, dikke joch, die doet het ontzettend goed. Corolla zal trots zijn als ze deze beelden ziet. Kijk,
Rage quits zelfs. Dat is uniek, jongens. Rage quits bestaan bijna niet meer. Zo, wat is dit dan? Best aardig ploegie. Ajax Amsterdam. Verschrikkelijk. Echt walgelijk. Daar moet hij echt van winnen. Ondanks dat hij zelf ook voor Ajax is. We komen in ieder geval 1-8 tegen een goede tegenstander. Dan denk ik dat dit Walker is die hem voorgeeft. En inderdaad, Arjen die knalt hem erin. 1-1. En ik denk niet dat we deze pot gaan verliezen. Want wij hebben Eusebio en de Kort in die hoek, jongens. Dat ziet er toch ja, apart uit. Ik vind dat zo apart op deze camera. Zo in die korte hoek. Dat rammen. Zo, die Robben. Volgens mij zie je elke goal doet Koen hetzelfde. Elke goal zie jij Liedmanen. Nee, joh. Speelt hij met Liedmanen baas of liet hij hem invallen? Ik denk dat hij hem liet invallen. Want daar wil je niet doodgevonden mee worden. Ah, ik denk dat hij dat gewoon expres heeft gedaan. Maar goed. We komen wel nog op 4-3. 84ste van de wereld staan we, jongens. Yo, good game, man. Tegen wie speelde ik? Wie denk je? Denk Koen. Haha, klopt. Succes dit weekend, man. Jesper, oh, what the fuck? Dit is triest. Die gast heet Jesper026 en heet Ajax Amsterdam. Ah, ik schaam me echt kapot. Jesper, als je dit ziet, dit is echt... Hoe kan je nou als Arnhemmer voor Ajax zijn? Ik vind dat zo triest. Daar heb je echt nul respect. Nul. Hoe kan je dat nou doen, Jesper, jongen? Jesper026, dus je duidt nog aan dat je voor Arnhem bent. Of ja, 026, dat is een beetje die straat van, ja, ik ben Arnhemmer. Maar heet je wel Ajax Amsterdam? Dat kan toch niet? En dan ook na zondag nog dat Vitesse de finale heeft verloren van Ajax. Ja, dat kan echt niet. Dat kan ik echt niet, Jesper. Ik hoop dat je nooit tegenkomt, want dit kan echt niet. Maar goed, hey, hoeveel gaan we? 7-0 inmiddels alweer. Ja, ik was even afgeleid door Jesper. Dat is gewoon een schande voor Arnhem. Dat kan gewoon niet. Het is 8-0, 11e van de wereld. Nee joh, die Koen is aan. Ik laat hem lekker het hele weekend spelen. We moeten tegen FC Mordetsiki. Ja, dat is niet goed, nee. Daar komt mijn familie ook vandaan, Mordetsiki. Daar slapen ze op houten planken. En hebben ze inderdaad geen internet. Mordetsiki, maar het is wel Royce die de 1-1 maakt. Het is ongelooflijk. Diatta legt hem naar... Speelt hij nou echt met Lima aan de baas of niet? Ik ga even opletten. What the fuck? We gaan verliezen. Ja, dat idee had ik al toen we die inleiding zagen met die service. Ja, toen wist ik al eigenlijk dat we hem zouden gaan verliezen. Kutzooi. Maar goed, 9-1 jongens. Zou ik echt heel erg tevreden mee zijn. Kijk, en we beginnen goed. Deze tegenstander moet Koen hebben. Dat kan. Hij als veteraan met Eusebio. Kijk, hield de heel met fake shot en hij schiet hem erin. Ja, dit gaat hem worden jongens. Ja, dit gaat hem worden. 9-1, dat betekent wel dat ik aan de bak moet. Morgen en zondag. Maar ja, dit is perfect. Hier zat Koen even niet op te letten. Ik weet niet wat hij aan het doen hier was. Volgens mij zat hij... Dat is wel een, deze goal die hij tegenkreeg was niet aan het opletten. Dat heb ik ook heel vaak. Dan zit je ondertussen lekker te appen op je webapp of wat dan ook. Dan ben je even niet aan het opletten. Hier is hij ook weer ongeduldig. 4-2 wordt nog spannend. Ik dacht net lekker 9-1, maar... Ja, het kan zomaar 8-2 worden, tenzij deze erin gaat. Ja, deze gaat erin. Geen kans gemist voor Joch in deze video. 9-1 in de Weekend League, jongens. Het is ongelooflijk. 18e van de wereld. Ik ben helemaal tevreden. Vergeet even niet deze video te liken. Abonneer. En dan zien we elkaar snel weer als we 60.000 abonnees hebben. Ciao, ciao. Bye, bye.